Jesse Hesseling voor de IJsselcrossers. Sander Teunissen voor de Weijrijders. Simon Steentjes ook voor de IJsselcrossers. Huub Spietoff voor de Bissingcrossers. Bodie Bakker voor Raalte. Claudio Mario Musumeci voor de Weijrijders. Jelte Jochems voor Putten. En Julian Leenders voor de Woepers. Heren, succes! Oké, en wie is hier dan snelst vertrokken? Aan de binnenkant is het de snelle start, maar je moet natuurlijk nooit opzij kijken. Want dan gaat die andere man altijd langs. En dat is de 004, het nummer van Julian Leenders. Hij won al zijn marges al. Wie komt er mee? Ik zie Spietoff daar in de bocht. Maar ik zie ook Jochems. En daar komt hij weer hoor. Die man met die mooie naam. Oh, Crashing Huub Spietoff. Kan hij zijn weg vervolgen? Helaas, hij gaat eraf. Nog steeds Leenders op 1. Jochems op 2. En Musumeci op positie nummer 3. Hij gaat daar nog wat veranderen of gaat Leenders gewoon wegrijden van de rest? Eens even kijken wie er nog meekomt op 4. Dat is de 965. En dat is het nummer van Jesse Hesseling. Natuurlijk, hij heeft op zijn thuisbaan. Oh, die Bakker komt dan ook nog mee. En wie zit er nog meer bij? 143 is het nummer van Sander Teunissen. Maar de winst gaat naar de Woepers. En het winst is van niemand anders dan Julian Leenders.